Rondom een verwarmend kampvuur scheiden zich tijdens de kille paasdagen jongeren uit 11 landen. Deelnemers aan de internationale jeugdrally die op Duinrel in Wassenaar georganiseerd werd door de Nederlandse toeristenkampeerclub. 250 jonge kampeerders deelden er de vreugden en genoegens van het kampleven. Sommigen huisden er in een luxueuze tent met zitje en radio. Anderen sloegen het liefst een tentje op waarin ze nauwelijks lang uit kunnen liggen. De verschillende groepen bereiden hun eigen maaltijden. Ik behoef u niet te zeggen dat dit Italianen zijn. Waarschijnlijk door het schrikkeljaar kon het voorkomen dat de rokken hier achter de broeken aanliepen. Bij het volksdansen echter waren de vrouwen weer vrouwen. Een Duitse groep uit Marburg droeg met een landelijke dans zijn aandeel bij in het succes van deze internationale jeugdrally, die een goed stuk propaganda was voor het kampeertoerisme.